En dan ga ik nu in gesprek wederom met Martin Kooijman van Wensis IT Solutions. En die wil een belangrijk onderwerp aansnijden, namelijk de noodzaak tot economische groei. Ja, je zegt het goed, Maurice. Kijk, wij hebben als IT-organisatie natuurlijk dagelijks te maken met groeibedrijven. Bedrijven die willen samenwerken met elkaar. En natuurlijk zit ik hier daarom graag in jouw programma om daar wat meer over te vertellen. Want hoe bereik je nou zoiets? Hoe ga je ervoor zorgen dat je met elkaar samenwerkt? Daar is maar één oplossing voor. Dat is dat je data gaat delen met elkaar. Data delen betekent dat je moet gaan kijken naar wat ga je delen met elkaar. Niet alleen maar de documentjes of mailtjes heen en weer sturen. Ik heb het er eerder al over gehad in de column. Ja. Een belangrijke tool daarvoor is bijvoorbeeld Microsoft Teams. Die jou in staat stelt om niet alleen maar te communiceren, maar ook data op een andere manier te delen. Dat betekent dat je op een makkelijke manier eenvoudig met elkaar data kunt uitwisselen. Maar veel meer dan dat. Je kunt ook communiceren. Niet alleen maar via de chats. Maar je zou ook ervoor kunnen zorgen dat je op die manier je telefonie erin koppelt. Eigenlijk steeds meer integratie met elkaar zoeken. En dat beperkt zich dus niet meer tot het bedrijf zelf, maar dat gaat verder dan je eigen organisatie. En wij kijken dan ook voor andere ondernemers om te kijken welke dingen heb je niet meer nodig. Een voorbeeld daarvan is dat je altijd maar dat IT-mannetje had. Je kent hem wel, hè, de persoon die jouw IT-oplossing eigenlijk altijd maar beter maakte met zijn beperkte kennis die er op dat moment is. Ja, daar geloof ik natuurlijk helemaal niet meer in. Je zal moeten samenwerken met andere organisaties, zeg ik net al. Dus een IT-organisatie die ook verder kijkt, ook buiten zijn eigen IT-organisatie. Mm-hmm. Daarvoor doe je zaken met ons. We liepen ooit best wel voor in Nederland. Beginnen we nou een beetje achter te lopen? We lopen nog steeds als Nederland voor op de rest van Europa. Maar er kan toch een maar aankomen? Ja, er is gewoon een gevaar dat we gewoon geldtekort gaan komen. De begrotingstekorten die gaan oplopen naar meer dan 3%. Dat is een realistisch gevaar. Ja. Dat is niet wat ik bedenk als ondernemer, maar dat zie je natuurlijk in alle modellen gaan ontstaan. Dus we moeten als Nederland breed gaan innoveren. Daarvoor moeten we zorgen dat we transparant gaan handelen. En daar dus ook de techniek op de juiste manier moeten gaan inzetten. Ja. Nu vertelde je van tevoren dat je een aantal zinnetjes vandaag de dag ook liever niet meer hoort, hè? Ja, ik hoor het te veel, Maurice. Ik ben ermee bezig. Ik heb een goed gesprek gehad. Die twee zinnen zijn eigenlijk bij ons, nou, ik wil niet zeggen verboden, maar die worden gestimuleerd om niet te gebruiken. Ik heb elke dag hele goede gesprekken. Maar het wil niet zeggen dat het altijd maar tot een bepaald resultaat heeft geleid. Ja. Dus ja, daar moeten we gewoon realistisch in zijn. Die twee zinnetjes, die zijn misschien wel heel simpel. Maar probeer ze als ondernemer alsjeblieft uit je organisatie te houden. Inspanningen en resultaat liggen ook niet altijd in elkaars verlengde. En we worden uiteindelijk afgerekend op resultaten. Dat is, je noemt zo'n belangrijk ding op dit moment in tijd. Daar gaan de verkiezingen zometeen overigens natuurlijk ook over. Ja. Inspanningsverplichting. Je zegt het zelf al. Je moet dat eigenlijk kunnen meten. Komen we weer op IT? We kennen allemaal de ChatGPT van deze wereld. Dat wordt nog veel en veel uitgebreider de komende periode. Als we daar nou eens op een efficiënte manier goed mee om kunnen gaan, dat combineren met de ouderwetse kennis en technologie die we al kennen, dan ben ik niet zo bang. Ik zou je willen adviseren als kijker, als ondernemer, deel je data. En dat je natuurlijk niet meteen weet hoe, die begrijpen we. En die begrijpt Wensis ook heel goed. Dus kom naar ons toe, praat met ons, ga de dialoog aan. En wij zorgen ervoor dat je de data op de juiste manier kan gebruiken en ook kan delen met je partners. Waarvan acte? Heeft u thuis gehoord? Ik denk het wel. Hè? U kunt uzelf in verbinding stellen met Martin Kooijman. Dat kan op de hele moderne manieren, ook op traditionele manieren. Want die vindt Martin ook nog steeds de moeite waard. Gewoon een hand geven, elkaar recht in de ogen kijken, zeg je er altijd bij. En ik zou toch willen besluiten met heel stiekem tegen je te zeggen, we hebben een goed gesprek gehad. Ja, die zat eraan te komen, Martin. Ja, die zat eraan te komen. Maar ja, kan ik ook wel met doen. Een doel dit keer. Dus dan met mag een doel, ja. Met een doel. Dus zeer gerechtvaardigd. Nou, u kunt altijd even naar de website gaan die in beeld staat. Dan komt u bij Martin en zijn mensen terecht. En Martin, we zien en spreken elkaar ongetwijfeld spoedig weer. Martin Kooijman.